Over het algemeen is het natuurlijk de bedoeling om leuke dingen te filmen. Dan moet je eens kijken, wat een verschrikkelijk gebouw. En dan ook nog een hotel ook. En in het bos. Het is echt verschrikkelijk. Je ziet ze overal in het bos, mierennest. Duidelijk een geval van fout parkeren. De tuin van het kasteel. Heel iets anders dan mijn tuin. En dit is keizer Willem II. Die in 1918, 100 jaar geleden dus, in het kasteel verbleef. En dit is samen met zijn dochter, haar man. En zijn tekkeltje.
Twee vrouwen. De duivel, denk ik. En dit is duidelijk. Oh my god. Speciaal voor de blinde automobilisten, dit bordje. Maar ja, dat zien ze dan ook niet. Dat is dan weer jammer. Precies op deze plek werden in 1944 6 mensen doodgeschoten uit wraak door de Duitsers.